Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk je op de abonneerbutton, like deze video en druk een belletje. Blijf van alles op de hoogte als we online zijn. Nou, we hebben heerlijk geslapen. Linda is naar de werk, Daan is lekker televisie aan het maken. Het is lunchtijd en Daan gaat zich lekker een tosti maken en ik ook. Die moet ik nog meenemen, want het is curry. En ik heb hier een beetje heb ik oppervlakkig opgeruimd en wat gepoetst en zo en dat soort dingen allemaal. Dus ja goed, hebben we dat ook weer klaar. Ik ben de was een beetje bij het houden vandaag. En ja goed, ik neem jullie vandaag gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. Dus ik ga dadelijk ook lekker tosti maken. Tijdje geleden. Wel lekker. Huh? Nou, daar maakt de tosti. Je hebt het nu. Ja, en dan kan ik mijn tosti lekker maken. Heerlijk. Met dat heerlijke brood. Dat eet Linda normaal altijd. Ja, goed. En dan gaan we er nog iets moois van maken. Want vandaag heeft het wel geregend. Kijk maar. Dat kwam met bakken uit de hemel. Ja goed, hè? De natuur bepaalt het en ja, dan is dat ook weer mooi. Dan heeft lekker televisie heeft hij gekeken terwijl ik bezig was en ja goed, hij had niet zo heel veel zin om mee te helpen, is ook te begrijpen. Hij heeft ook lekker vakantie, ik ook. Ondanks dat is het toch wel hartstikke mooi. Dus we zijn weer blij. De kat zit lekker naast me hier. Ik blik lekker op de stoel. En dan gaan we genieten. Dus, ik hoop dat jullie van de vlog gisteren genoten hebben. Mocht je die niet gezien hebben, kijk die even terug. Van de Cook Challenge. En ja goed, geef daar ook even een reactie op. Zou hartstikke leuk vinden. En geef ons YouTube kanaal door aan andere mensen. Want dat is wel fantastisch. Dus, yes! Dat is dat. Even wachten tot de tosti klaar is. En dan kunnen we lekker smikkelen en smullen van de heerlijke lunch. Ja goed, zo later, maar dat maakt niks uit. Dus, yep. Zo, eens even kijken of de tosti klaar is. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, dan gaan we dat lekker meenemen. Lekker opeten en lekker smikkelen en smullen. Yes. Terwijl de kat lekker hier zijn middagdutje aan doet, hè. Hé jong, ja. Nou, niet vallen. Huh? Nou, ja, en als jullie afvragen of dat gaat met een hond samen en de kat, totaal niet, want de hond ontwijkt de kat. Ja. Je hoeft maar één veeg te geven en dan is de hond genezen, om het zo te zeggen. Dus, maar daarom laten we ook de deur ook dicht, want normaal staan die altijd open. En nou, tot de hond hier is, dan is dat zo. Dus ja. Ik ga lekker lunchen en dan gaan we genieten. Likey, likey, likey. Abonneer, abonneer, abonneer. Zo, ik heb alles heb ik hier opgeruimd. Lekker gechilled en dat soort dingen. Of dat allemaal in de vaat gezet. Daan is net heel even de... met de hond wandelen. Ik heb heel even de deur opgedaan. Want dan kan ik even lekker doorwaaien. Want ja goed... De warmte blijft ook altijd even hier binnen hangen. Dat is de kat. Jazeker. En het blijft maar regenen, regenen, regenen. En kijk, zo ziet de tuin er nu uit. Zie je? Ja, dat is van de buurman. Ja. En het blijft maar regenen. Dus. Ja, dan komt zo. Maar ja, de hond was er straks ook al even uit geweest. Maar hij was zeker, zeker nat. En dan, ja goed. We gaan het zien vandaag. Misschien dat ik nog eventjes weg ga, maar dat moet ik dan strakjes even doen als Linda thuis is. Ja, we willen toch een beetje droog blijven. Hè? We zijn niet van suiker, maar ja goed. Het is toch wel even fijn. Dus daar is die. En ik heb even een vlog opgezet waar ik met de fiets naar huis toe ging. Ja. Dus, ja, dat is dat. En dan ja, wachten we even en dan komt alles de dingen in orde. Want Linda's denk over een uur en een kwartier is ze weer
weer thuis. Yes! En dan komt alles dik in orde. En straks gaan we heerlijk lekker eten maken. Wat gaan we eten? Dat zien jullie later. Yes! Zo, dames en heren. Dus even een tijdje tot ik iets heb laten zien. Kijk eens. We hebben heerlijk lekker de was heb ik gedaan. Ik heb nou de laatste was heb ik ook allemaal gedaan. Kijk, lekker het bed weer helemaal verschoond. En dat allemaal. Dus dat is helemaal klaar. De was wat er hier was. Is helemaal leeg en helemaal klaar. Ik denk, ik wil het jullie toch nog eens even laten zien. Dus ja, ik ben er wel blij mee dat dat is. Dan is het naar buiten. Ja goed, je zou zeggen met dat weer, ga lekker binnen wat doen. En dat soort dingen allemaal, maar ja goed. Hij wou lekker naar buiten. Ik zeg, nou, niet te lang, hè? Want anders ben je daar ook helemaal zeker. Dan ben je dadelijk ziek. En als ze dan ergens toe gaan en je bent dan ziek, is het niet fijn. Dus, maar ja goed, dat is dat. En dankjewel voor de hele leuke, lieve reacties. Ja goed, met de abonneestatus gaat op en af. Ja goed, dat is dat zo. Dus ja, we gaan even wachten. En dan, ja, ik moet even wachten tot Linda thuis komt. Want als ik weg ben en Daan staat aan de ene kant aan de deur, dan is niemand thuis. Ja, dan is het niet leuk. Dus daarom wacht ik even tot Linda er is. En dan, ja, dan is het weer prima in orde. En zo zit ik in de auto. Dus ik ga jullie verder vandoor. En dan nemen jullie gezellig mee. En dan, ondanks het slechte weer, ja, moeten we er toch even erop uit. Terwijl Daan buiten aan het spelen is. Ja goed, het is wat het is. En we doen er weinig aan. Ja, ja. Ik zal eens even kijken of hij hier in de buurt is. Ik denk het wel. Maar het is zo aan het regenen. Het is echt ongelofelijk, is het gewoon. Maar hij is gelukkig niet in het park. Want hij had wat spulletjes en die wou hij graag gaan verkopen. Maar ja. Of hij wat voor krijgt, dat weet ik niet. Maar ja goed, het is wel een leuke initiatief. Wat hij dan doet. Dus ja, nou, één geluk, hij is niet hier in het park. Dan zal hij denk ik wel ergens bij iemand binnen zijn, denk ik. En anders, ja, rot. Ja, de BSO is vandaag ook naar een binnenspeelplaats, geloof ik. Die kinderen zag ik vanmorgen al met de bus gaan, dus ja, die stappen dan voor, bij ons stoppen ze dan. En dan, hoe heet het? Ik moet even opletten. En dan zag ik ze lopen, dus ja goed. Het zullen de meeste mensen met kinderen wel zijn, hè? Of als je bij een school in de buurt woont, zo'n ding allemaal, is wel hartstikke mooi, dus ja, da. Maar ondanks het slechte weer, mensen gaan er toch op uit. Ja, kijk maar net zoals ik. Hè? Want het zou maar heel eventjes vandaag regenen, maar het is de hele dag al aan het regenen en weet ik het allemaal. Maar ja. Doen we toch allemaal niks aan, hè? Nee. Nou, ik ga naar de dierenarts. Zo, ik ben gearriveerd. Op naar binnen. Het is warm, joh. Echt. Ik kom een bak uit de lucht. Nou, we gaan hier naar binnen. En dan gaan we dan even aanbellen. Oh, hij is al open. Nou. Doei. Nou, ik heb het. Kijk, alleen nat voor. Want de leverancier zou eigenlijk dan nog komen. Maar die is toch schijnbaar niet geweest op een of andere manier. Maar ja goed, dan kunnen we dat eventueel morgen of zo wel gaan halen. Maar ja, heeft de kat wel tenminste eten? Nat voor. Hij heeft nog wel wat brokjes. Maar het is toch wel fijn als die kat ook wat eten heeft. Dus ja. En ik dacht dat de deur open of dicht was. Maar ja, die was gewoon blijkbaar open.
Nou. Dan gaan we naar het volgende. Huh? Ik moet de tas even terugbrengen. Bij mijn familie, waar ik al die koek en snoep erin had zitten. Dus ga ik daar ook even naartoe. En dan hebben we dat ook weer gehad. Dus ondanks dat het lekker weer is. Ja, dan is het ook prima te doen. Want er stond een mevrouw voor mij, die had zo'n klein hondje. Ja, die zou wel APK moeten hebben, denk ik. Maar ja, goed. Ik noem dat een APK, hè, voor de dieren. Net zoals met een auto, hè. Een fiets en een brommer. Of een brommer en een auto. En ja, zo moet het ook met de dieren, noem ik dat zo. Is wel hartstikke leuk, dus ja. Ondanks het slechte weer. Kijk, dames en heren, het is echt bar en boos met het weer. En terwijl als je boven Brabant zit, dan schijnt gewoon de zon. En dan is het rond de 1, 5, 26 graden of zoiets. Ja. Maar ja, dat is te doen. Hè? Maar dit is wel wat minder. Ja. Het hoort erbij. Hè? Nou, ik ga die kant op. Zag je die auto? Heel snel. Tadaa! Kijk nu goed. Ja. Zo blijft het toch een beetje droog, hè? Nou, ik ga hier naar binnen. En dan ga ik het even terugbrengen. Want ik krijg er een beetje de piepie van. Mooie nieuwe pruik, hè? Ja. La 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 la. Nou, even kijken in de brievenbus. Denk het niet, maar ja, goed. Oeh ja. Ze hebben post. Nou, dat is dat. Dan ga ik hier even naar binnen. Gezellig. Kijk, mooie schilderijen. Mooie vlinder. Nou. Zo, dat hebben we ook alweer gehad. Nou. Ik ga er weer vandoor. Ga ik ook weer naar huis. Het is gelukkig droog. Nou. Doei. Ja. Dan hebben we dat ook wel gehad. Jep. Het is gelukkig droog. Heerlijk. Nou. Hopla. In de auto. En op naar. Jullie weten het wel. En we zijn weer thuis. Tenminste, ik ben thuis. De rest, we zijn weer helemaal compleet. Dus ja. Dus daar hebben we dat ook al gehad. En ja, dat andere moeten we dan denk ik morgen even halen. Want ik kwam daar en was het voer. De brokjes waren er niet. Dus die zouden vandaag binnenkomen. Maar ja, goed. Dat kan altijd gebeuren. Nou ja, goed. Mag toch niks zijn, dus toch morgen op één weg te rijden, morgen wel even langs en dan gaan we dat morgen dan maar even halen. Hè? Ja, wat zeg jij? Huh? Wat zeg jij allemaal? Zeg maar hallo. Ja, hè? Nou, we gaan nog even chillen. Zo, we hebben even lekker gechilled en dat soort dingen allemaal. Daarna had de paraplu meegenomen en daar is die. Hallo. Ja, zeg maar hallo. Daar gaat hij, hè? Ja, die bakjes doen we één keer in de week in de vaat. Dan heeft hij ook weer een schoon bakje. En ja, meestal als er een groot brokjes in zitten, dan laten we dat erin. En dan doen we dat dan de volgende dag proberen. Maar normaal doen we dan één keer per week doen we het waterbakje aan de voerbakken, want anders blijft dat plakken, hè? En dan, ja goed, dan krijg je dat dadelijk gegeven moment ook niet meer uit. Nou, ik sta in de keuken. We gaan lekker kokkerellen. En wat gaan we eten? Tadaa! Ja, dat gaan we eten. Heerlijke pannetjes. Nou, wij gaan lekkere spaghetti gaan we maken. Met gehakt
aan de lekkere pastasaus en de gehaktkruiden. Dus ik ga jullie neerzetten en dan neem ik jullie gezellig mee. Ja, het was anders vandaag, maar ja goed, dat kan wel eens gebeuren. En dat is ook nog een vakantie, hè? Die, je terugspoelen. Terugspoelen. Even de band terugspoelen. De band, de videoband, die kent ik nog. Hè? Van vroeger, hè? Nou. Zo, dan gaan we toch even lekker prakkie doen. Zo, is het uit elkaar gestampt. Ja, ja, mensen. Ja, 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 ja. Het is toch alweer waar. Ja, ja. En daar zijn we toch weer blij mee. Ja, ja. En dat zien jullie toch ook. Lo, 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 lo. Even omspoelen. Zo. Nou, dan gooien we dat straks wel even weg. Ik doe dat vaker, dat prak wat jullie weten. Dus ja. Gooien we lekker de gehaktkruiden. Zo'n laagje. Magnifiek. Magnifiek, 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 ja. Da 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 da. Kijk, en zo ziet het nou eruit. Heerlijke spaghetti wat bij Daan in het pakket zat. Hallo Daan. Hey, mijn spaghetti gaat weg. Is open. Geef maar hier. Nee, gewoon non de ju. Ja. Nou, dan ben je aan deze kant. Dan komt hij. Nee! Ga weg! Ga weg! Ga weg! Nee! Oh! Dat moet er. Lekker hoog. Zo. Huh? Nou, ik ga even verder met de kokerellen. En dan kom ik met hem met jullie terug. Zo, ik ben nog even wat verder. Kijk eens. Dat is lekkere saus. En de heerlijke spaghetti. Dus dan gaan we lekker dadelijk eten. En kijk eens. Er zitten lekkere tomatenstukjes in. Heerlijk. Nou, dit moet nog een kleine 10 minuten koken en dan kunnen we ook weer even andere dingen doen. Kijk, en af en toe en roeren, want anders blijven plakken, hè. Nou, dat is dat. En dan gaan we even verder, want die jongeman moet ook nog eten. Ja, het eten is klaar. Kijken of het een beetje blijft plakken. Ja, dank je wel. Hou je toch, ik had er eigenlijk een beetje zout in moeten doen, maar ja, goed.
ga even verder de rest doen. Ah, dat hebben we afgegoten. Dat kan mixen, mixen, mixen. Ja, da, da, mixen. Oh, die loopt al over. O jee. Ja, wat is er? Ga maar lekker eten. Huh? Lekker brokjes en nat voor eten. Huh? Een lekker kippetje. Huh? Kippenbootje. Zo. Dat is ook weer gedaan. Lepelpakken, ja ja. En dan lekker, lekker, lekker pakken. Tia-di-da-di-da-di-da-di-da. Nou, dat is dat. Nou, wij gaan lekker eten. Tafel had ik ook gedacht. Dus we gaan smikkelen en smullen van die heerlijke spaghetti. Mmm, zalig. Zo, we zijn weer even wat verder. En kijk eens, alles hebben we bijna opgegeten. Want ik heb nog 2 bakjes over. Dat is dan voor de volgende keer. Dan kunnen we daar weer een makkelijke maaltijd weer van maken. Hè? Dus ja, ik ga dit doen. Daar is de kat. Dan is even buiten spelen. En ik ga weer hier. Ik was hier al bezig. Dus ik ga de rest even opruimen. En dat soort dingen allemaal doen. Daarna kom ik weer bij jullie terug. Yes. Zo, we zijn weer even wat verder. En kijk eens. Tadaa. Alles is er weer opgeruimd. Dan is nog steeds aan het spelen buiten. En kijk eens. Alles is er weer mooi schoon. Ik heb het ontbijt van morgen vroeg al klaargezet. En dan ga ik bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel van de hele dag. En dan ga ik nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik het belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat je wenselijk is. Wensen we jullie toe. In ieder geval. Bye bye. Zwaai zwaai. Tot morgen. Dag Linda. Doei. Doei. Tot morgen. Doei.